begin hierbij een kapel. Een kapel gaat nooit zo vaak uitleggen. Een kapel tussen twee haakjes. Want er is niks religieus in deze kapel. En het gaat alleen eigenlijk om het mystiek, een hang naar mystiek. En ook omdat wij met ons vertrek naar Frankrijk onder zijn gedompeld in een soort Latijns-katholieke cultuur die ons vreselijk bevalt en waar we veel uit kunnen putten. En die hadden jullie van huis uit niet mee? Ik in ieder geval helemaal niet. Het tegenovergestelde. Clemens heeft wel een katholieke opvoeding gehad, maar ik weet niet hoe die het is. Ik natuurlijk hoe jonger ik was, hoe serieus het was. Met de ouder werd het natuurlijk wat minder, maar absoluut, sowieso. Nee, en mystiek, is dat ook van toepassing op jullie als duo? Hoe jullie het presenteren? Als duo weet ik niet. Wij gek genoeg zijn wij geëngageerd. Altijd is er in ons werk een rode draad die gaat over la condition humaine. Alles wat de mens overkomt. Het geweld, het geluk. En daarbij het hondje als getuige. Het komt steeds maar in ons werk terug. In hoeverre dat op ons slaat, dat weet ik eigenlijk niet. Nooit over na? Nee, dat denken we nooit over na. Nee, mij is het natuurlijk alleen maar de decoratieve en de lyrieke kant die mij aanspreekt. Maar dat komt, nogmaals, wat Nol zegt, door het vertrek naar Frankrijk. Ja. Als we hier begonnen zijn als hier in Arnhem, als met Bauhaus en Rietveld, en in Frankrijk aankomen, dan plotseling een hele andere cultuur, wat ons veel meer heeft geïnspireerd om mee te gaan creëren. En er komen automatisch natuurlijk dit soort dingen aan. Maar je zegt een kleine kapel, het is deze intiem. Dat komt omdat we dit een soort sujet is, want we hebben allemaal in alle zalen verschillende sujets. We hadden natuurlijk graag de hele kerk zelf beschilderd. Maar die is nog niet binnengekomen, die contract. En in deze prachtige kapel met nonnen, waar staat de dubbele bodem? Nou ja, dubbele bodem, mag jij uitleggen. Ja. Dubbele bodems zijn er niet. Er zijn geen dubbele bodems en er zijn geen knipoog. Nee. Maar wat er wel is, is onbewust een zekere ironie. Zo nu en dan zelfs een zeker cynisme. Maar we proberen... Niemand voor de gek te houden. We proberen ze wel mee te nemen in ons univers. En dat er mensen zijn die daar geamuseerd door raken of die dat leuk vinden, daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen. Maar we zijn nooit bezig, in geen enkele uitdrukking, om vrolijk te zijn met zware onderwerpen. We zijn daar heel veel te serieus voor. We zijn hele ernstige jongeren. Maar als mensen geamuseerd raken door de bittersweet voorstelling, dan maakt dat jullie gelukkig, toch? Ja. Ja. Als ze maar niet denken dat wij het bij opzet hebben gedaan. Want dat is namelijk nooit het geval. En dat is, vind ik, ook naar. Omdat, en dat is een van onze credo's in de kunst, als je geen humor in je werk hebt, zorg dat dat er wat in komt. Maar zo gauw je het hebt, moet je daar absoluut van willen te distancieren. Want dat is heel vervelend, mensen die met een humoristische ondergrond creëren. Maar als het er ondanks onszelf in zit, dan kunnen we er alleen maar ons bij neerleggen. Ja. Zullen wij een thee of zo nemen? Is het restaurant nog open? Hier staan we bij een fractie waar jullie voor de mode. Ja. Wat levert het op als je alles bij elkaar ziet? Het is slechts een deel van wat je gedaan hebt. Ja, dit is alleen maar uit de trendboeken van, zeg eens wat, 20 jaar geleden, denk ik, zo 15 jaar geleden. Waar we alles tekenden, dus niks met foto's deden. En we wilden eigenlijk met onze tekentalentje, zelfs met de techniek van de tekening, ook aangeven waar het om ging. Dus de moderniteit, of de corte jeans, of de abstractie, of de painter. Dus dat was helemaal het hele idee. Het is eigenlijk ontzettend leuk als je terugziet nu.
vooral 30 jaar, 35 jaar Trend Union, dat je natuurlijk die cyclus heel goed ziet. En dat je heel goed ziet dat die veranderingen van de mode, of het terugkomen, of het weer ophalen, of het weer... Je ziet dat die cyclussen korter worden, of dat in onze tijd. Je ziet dat we eigenlijk nu heel veel keer dezelfde thema's hebben gedaan. Maar natuurlijk met een andere naam en een andere, maar het komt natuurlijk hetzelfde. Dus het is heel leuk om dat terug te zien. En ik vond het vooral heel erg leuk om die tekeningen eruit te halen. Ik heb ook niet echt foto's willen laten zien, want dat vind ik een heel ander sujet. En om die verschillende technieken en die verschillende dingen te zien. Dus ik ben eigenlijk, dit zijn er maar een paar, ik weet niet, 60 of zo. Het is een greep uit, maar ik ben er erg blij mee. Het is ontzettend leuk om naar te kijken. En we hopen natuurlijk dat de toeschouwer daar ook induikt. En jullie keuze voor de mode, stond die vanaf het begin duidelijk? Ja, maar die is wel geëvolueerd. Ik ging naar de school voor mode, omdat ik hou van kleding. En ik was eigenlijk zonde, als ik Clemens niet tegen was gekomen, de haute couture ingegaan, veel eerder. Want dat is wat me interesseert. Ik ben nog steeds, voor mij is Balenciaga en Christian Dior zijn nog steeds mijn godjes. Clemens is veel meer de man van nu en van hier en nu en met zijn neus op de tijd. Dus, maar zover ben ik, dat is niet hetgene wat mij in de mode interesseert. Ik ben niet de tendensenman. Dit moet er nog even, dit was Parijs, eigenlijk de voorbereiding. We staan hier in een zaal met heel divers materiaal, als ik het zo mag noemen. Mm. En waar waarschijnlijk heel veel mensen zeer verbaasd over zullen zijn, is dat jullie ook voor Charlie Hebdo gewerkt hebben. Mm-hmm. Misschien kun je daar iets meer over vertellen. Dat is de Bohème period. Ja, toen wij in Parijs kwamen, toen ontmoetten we daar onder andere Bernard Holtrop, de beroemde Nederlandse tekenaar die al 10 jaar eerder naar Parijs was vertrokken. Die ondertussen al tamelijk bekend was en een van het vaste equipe van Charlie Hebdo was, met Van Olinsky en Cavanaugh en Reiser. En die stelde daar, die maakte een vriendschap mee en die stelde me voor om mijn passie voor keizer Wilhelm te verenigen met die van een andere man die hij ontmoet had, die ook diezelfde passie deelde. En zei hij, waarom gaan jullie samen niet een stripverhaal daarover maken? En zodoende kwam, en dat presenteerde we aan Charlie Mansuel, die daar wel erg van opkeek, moet ik zeggen. Want die waren meer geïnteresseerd in seks, geweld en vieze foto's en geweldige stripverhalen. En maar niet in de Duitse keizer, die ook toen nog een hele slechte pers had in Frankrijk. En wat is het focus van die fascinatie? Gefascineerd door een totaal, overigens een intelligent persoon. Die zo van zichzelf overtuigd was, omdat hij toevallig op die plek terecht was gekomen. De oudste kleinzoon van koningin Victoria, totaal overtuigd van zijn belangrijke plek in de wereld. En die het van alle kanten verbruikt heeft. Die door zijn ijdeltuiterigheid, door zijn grote mond. Maar wat mij dan ook weer fascineert in dit soort historische figuren, dat je altijd een lange, lange tijd overheen moet laten gaan om een juist oordeel over zo iemand te kunnen vormen. En ik had eigenlijk meteen door dat hij niet de enige schuldige was aan de Eerste Wereldoorlog. En zo is, dat heb ik wel gemerkt met lezen in geschiedenis, dat je er veel van moet lezen en veel verschillende om je een daadwerkelijk oordeel te kunnen vormen over mensen. Maar het theatrale van deze persoon die om het kwartier een andere uniform had trok, dat is natuurlijk iets waar je heel veel mee kan doen. Hier staan we bij een van de 4 onderdelen die een geheel vormen, die bezoekers ook meeneemt aan jullie kasteel. Deze tafel ken ik in ieder geval. Die hebben we geëxposeerd in Utrecht en in Parijs en die zijn de bestelling opgekomen. Dus dit is het prototype wat wij gewoon zelf, waar we af en toe nog even naar kijken en waar we als een soort object of een beeldhouwer. Dit is niet voor het château, dit is de Warmbirds, maar je hebt die naast het château, dan zou je daar even naar kunnen kijken.
En dat is het decor wat wij daar hebben gemaakt. Dat is hetzelfde wat wij zo bijna rondom zien. Bij de avondschemering zien we precies hetzelfde. Zo. En dat wij leven midden tussen de bomen en dat stelt ons gerust. Ja. En, Ja, jullie zijn af en toe ook in de grote stad. Ik ben heel erg groot stad. Dat is ook weer een grote verschil met Nol en ik. Ik hou heel erg van de stad en ik mis Parijs heel erg. Want ik ben helemaal verliefd op Parijs. En dus daar ben ik wel één keer in de week. Ja. Dat vind ik ontzettend leuk. En het is natuurlijk ontzettend comfortabel en zelfs een luxe vind ik om die twee mogelijkheden te hebben. Dat je dus in Parijs gewoon een leuk moderne appartementen waar alles très efficace is en simpel en zen en alleen maar om van de stad te genieten. En in Parijs en in Normandië heb je gewoon je spielerijen en je natuur en alles wat we aan leuke feestjes en netjes willen doen. In Parijs wil ik alleen maar voor de tentoonstellingen, voor de klanten en voor de presentaties. Maar ik heb Parijs heel erg nodig, omdat ik wel, dat komt ook door het werk, maar ik heb me altijd geïnteresseerd om door Parijs te lopen om te zien hoe die jongelui eruit zien. Ik ga naar het café of naar het restaurant en ik zie dat iedereen happy en gelukkig is. Terwijl als ik in Normandië naar de televisie kijk om 1 uur, dan denk ik, wil ik nog wel leven, want we leven in een vreselijke wereld. En als ik dan in Parijs kom, dan zie ik dat iedereen happy is en in het café zit en leuk. Nee, dus dat is een goede equilibrium. En je hebt dat minder nodig, die balans? Nee, ik ben ook dol op Parijs, maar ik heb het wel weer even gehad. Ik geloof dat naarmate als we nog ouder worden, dan trekken we langzamerhand weer meer naar Parijs toe. Zodat we iedere avond naar de opera kunnen shocken en dat we dichtbij ons restaurant. En dat is natuurlijk een heerlijke stad voor alle mensen. En, want dat mankeert me nou een beetje, dat in ons Normandische isolement, dat de muziek en de opera daar wel een beetje onder lijden. Een museumbezoek, hoewel we prima musea om ons heen hebben. Dat grootstadse van Parijs missen wat dat betreft wel een beetje. Daarbij is jullie werk ook heel tijdsintensief, hè? Want je moet ook op de tekenhand voortdurend soepel houden. En... Ja, dat is wat we in zaaltje 1 laten zien, iedere dag aan het werk. En eigenlijk is dat tekenen ons Esperanto, zowel tussen ons tweeën, als ook in de beginjaren van Parijs, toen we natuurlijk geen woord Frans spraken, was onze enige manier om ons uit te drukken. En het is een behoefte. Ik geloof ook dat een danser een absoluut behoefte heeft aan die training, anders krijgt hij zijn krampen en zo. En wij hebben ook behoefte om iedere dag dat te doen. Het is een soort drug bijna. Er gebeurt iets tussen het handje en het hoofd. En iedere telefoontje wat gepleegd moet worden, levert hier weer 5 tekeningen op. Ja. Bon. Dank jullie voor het Dank je vriendelijk voor deze aandacht.